Nu gaan we weer verder. Gisteren heb ik jullie laten zien hoe ik met die softklei de rondjes heb gemaakt. En in de rondjes heb ik dan leuk de stukjes gedrukt. En kijk maar eens, ze zitten erin. Ik heb niks hoeven plakken. Het blijft nog steeds soepel. Helemaal ideaal. Nu gaan we beginnen met de layout. Zo. Ik gebruik daarvoor kaartstok die ik lekker ga bewerken met deze inkt. Hier al een beetje begonnen. Randjes. Ik laat altijd het middelste gedeelte open, omdat ik een andere pagina die ik al bewerkt heb, dat tegenaan ga leggen. Zo. Ik ga even een beetje de kleur afhaarden. Ik houd ronde bewegingen. Twee pagina's heen. Tekstje erop. Nou, dat is mijn basis klaar, zoals ik dat dan noem. Dan hebben we de foto's. Ik heb de foto's allemaal op maat gesneden. Een beetje opgestuurd. De hoekjes heb ik dan rondgemaakt met een EK Succes ronde cornerpons. En dan weer gemat. Ik ben zo vrij geweest om het even lekker vooruit te werken. Ja, en zoals ik altijd zeg, dit vind ik het leukste wat er is. Mijn indeling maken. Lekker speels. Denk ik. Nog eentje over. Waar gaan we die plaatsen? Leuk puzzelen. Als je van puzzelen houdt, is dit heerlijk. Deze leg ik nog maar even hierop. Zo schattig. Zo. En nu mag ik gaan verder. Nu wil ik hier ook nog wat leuke mozaïeksteentjes opplakken. In een cirkeltje hier. En misschien nog hier een halve cirkel. Nou, dan heb ik die heerlijke snijmallen. De curvy cutter. En ik ga er vandaag dus niet mee snijden. Maar ik ga hem gebruiken als een mannetje. Hier rondomheen. Aangeven wat ik wil. Ik heb een fotopotlood vast. Een stukjes op de foto. Leuk. Dan kunnen we hier ook nog een halve doen, denk ik. Ik vind het ook wel grappig zo. Ja, dat heeft denk ik wel wat. Die spillers van makkelijk trouwens. Als ik zo kijk naar die curve cutter, want het is doorzichtig. Dus ik zie ook nog eens waar ik ga plakken straks. Hierheen. Dat kan ik straks wegvullen. Fotopotlood. Zo. Daar zit mijn basis. Nou, eerst even onze lieve rondjes opplakken. Speels. Een leuke indeling is. De kleine puntjes, maar die kunnen we op het einde wel even doen. Nou, dan gaan we dit weer vastplakken. De goede alleslijn. Zo, ik heb de indeling gemaakt. Nu ga ik ze opplakken. Ik heb mijn fotolijm. Leg ik hier neer. Misschien zelfs nog een paar drupjes erop. Dat is misschien wat makkelijker. Ik had net geprobeerd te doen op de mozaïeksteentjes. Maar geloof me, daar ben ik helemaal kriebelig van. Makkelijk met fotolijm, dus de overtollige lijm kun je straks gewoon wegrollen. En zo ga ik
de cirkels helemaal rond. Ook over de foto's heen. Nou, we gaan weer verder. Het laatste stukje nog. Weer wat lijm. Kleintjes. Het heeft nu al een ontzettend vrolijk effect, al die glittertjes. Ik heb ook een paar hele mooie pagina's gemaakt met het mozaïekje van Gaudi. Ik zal ze op de voorbeelden zetten. Dan kun je zien dat er zo ontzettend veel mogelijkheden zijn met mozaïeksteentjes. Maar het vastplakken op papier is nog steeds heel simpel de fotolijm. Ik weet ook niet wat het is. Ik heb als duurdere lijm geprobeerd en ik denk, oh, dat moet goed zitten. Hou er rekening ook mee met je pagina, dat de pagina natuurlijk een stuk dikker wordt en minder flexibel. Dus dat je dan een stukje van de zijkant afsnijdt. Zoals je ziet gaat het heel snel. Fotolijm droogt de kleur op. Oh, nee. Jij wil niet. Ook leuk op een canvas. Nou, dat heb ik ook alweer eens doen. Een canvas maken uit mozaïeksteentjes. Dat heeft ook wel wat. Nou, het laatste in het kringeltje. Eens even kijken. Het is allemaal licht. Nou, misschien mag het nog iets van kleur hebben. Wat heb ik hier nog liggen? Deze misschien ook wel leuk zijn. Wat kleintjes. Hoe zouden we dat kunnen doen? Aan de buitenkant nog een paar. Alleen waar de kleintjes zijn. Binnenkant ook. Nou, cameravrouw, wat vind jij? Zullen we nog wat kleurtje erbij doen? Ja, dat is wel mooi. Dat is wel leuk, hè? Maar niet bij de grote, alleen bij de kleintjes, denk ik. Nou, dan ga ik het ook weer even plakken. Nou, weer een laatste kleine beetje blauw. Gaat er eigenlijk sneller dan je denkt. En gewoon simpel fotolijm. Zo. Nog weer. Zo, blijf bij mij. Nou, de laatste zie je dan. Hij wil niet. Moet. Zoals je ook al ziet op die andere, op de fotolijm, zie je niet meer. Zo. Ja. Nou, naar het laatste gedeelte. Ja, leuk. Echt waterig. Ik had nog van die leuke rondjes uit het restjes klei gisteren gedrukt. Deze ga ik hierop plakken. Gewoon cute. Even kijken, mijn charmant armpjes niet iedere keer in beeld. Klaar is de waterlayout.